Hallo allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog hier op het Joltreks, de enige echte natuurlijk. Nou, ik heb de andere vlogs via de computer opgenomen, waren een beetje korte vlogs. Ik weet niet hoe lang deze gaat duren, ook niet denk ik heel erg lang. Maar ik heb in ieder geval een dag eerder vakantie. En hoe komt dat? Dat komt hierdoor. Ik heb een nieuwe koelkast gekocht. Een nieuwe koelkast, die oude die was echt helemaal op. Was echt aan vervanging toe. En dan moet je gewoon wel eens vernieuwen. Hè? Dan moet je wel eens vernieuwen. Nou, ik moet echt ontzettend wennen aan deze koelkast. Want dit is me wel een koelkast wel, zeg. Hey, ik heb, wat ik had was nou niet echt een hele grote koelkast. Was maar een klein dingetje met twee van de vriesladers. Nu heb ik er gewoon drie. En ik heb gewoon een veel grotere oppervlakte om zeg maar dingen in de koelkast te zetten. Ik heb een meer ruimte heb ik in ieder geval. Dat is wel heel erg lekker. Nou, ik ga hem open doen. Let niet op de rotzooi wat erin zit. Nou, je kan zien, ik heb niet echt nog heel erg veel in de koelkast staan, want ik kon niet zoveel kwijt in die andere koelkast. Dus ik heb maar echt het minimale heb ik aan spullen in de koelkast. Nou, dit vind ik ook wel power cooling. Dus wat ook wel handig is dit, hè. Dat had ik ook niet op mijn oude koelkast, dat kon ik niet zien. De temperatuur van de koelkast is 4 graden en de temperatuur van het vriesvak is dus 18 graden. Of min 18, hè? Min 18 natuurlijk. 18 graden, dat zou niet goed wezen voor een vriezer. Min 18 graden is het. Maar in ieder geval, ja, dit is de koelkast, jongens. Lekker groot. Daar kan ik echt wat spulletjes in kwijt. Bacardi Spice natuurlijk. Mijn topmerk. Dat vind ik toch wel een van de lekkerste rummetjes die er is. Kijk, nou op een gegeven moment is die te lang open geweest. En dan moet ik hem dus even dichtgooien. Kijk, je krijgt het nog te zien ook. Oh, ik weet niet of je het heel erg snel kon zien, maar als je hem te lang open en dicht doet, dan gaat hij piepen. Dus dan krijg je hier ook te zien van, hé, je moet dat ding dicht doen. Anders dan is het niet goed. Nou, een lekkere hele grote groentela, waar ik dus groenten in kwijt kan. Ja, super cool kassie. Ik ben er echt ontzettend blij mee. 4 graden en de vriesvak min 18. Ja, het is echt een lekker koelkastie hoor. Een lekker koelkastie. Dan gaan we naar de vriezer. Nou, ik had dus 2 laders. Ik heb nu 3 laders. heb ik. Hij doet ook automatisch ontdooien. Die andere koelkast moest je nog zelf ontdooien. Dat hoef je bij deze niet te doen. Deze doet het automatisch. Nou, 3 koelkastladers. Nou, ik zal eens even laten zien. Ja, splitijsjes vind ik altijd heel erg lekker. Nou, toen best wel 2 hele grote bakken. Of 3 hele grote bakken. Ja, ik ben er echt ontzettend blij mee. Het is een heel fijn koelkast. Ik hoop dat ik hier weer heel veel plezier van gaat hebben. En dat zal ongetwijfeld zal dat. Ik ken in ieder geval wat meer kwijt. Want dat was af en toe nog wel eens een probleem met mijn oude koelkast. Ja, daar kon je wat minder in kwijt. Dus ik ben in ieder geval heel erg ontzettend heel erg blij mee in ieder geval. Nou, dit was even de vlog. Ik wou toch even mijn koelkast laten zien. Laat even een berichtje achter in de comments. Like deze video. Als je nog niet abonneert, abonneer even op mijn kanaal. Voor meer video's en meer content. En ik spreek jullie allemaal groetjes van deze kant. En tot de volgende. Bye bye. Oh ja, en als je abonneert, druk eventjes op het belletje voor de notificaties. Jongens, groetjes van deze kant. Bye bye. Hoi.